Goedendag, mijn naam is Joseph Aar. Vandaag vraagt u voor 2013. Ik heb u twee cirkels gegeven, een kleine cirkel en een grote cirkel. Ja. Er ligt een vierkant in die tussen twee cirkels, ja, met rechte straal R2 en R1 voor de cirkels. Zoeken de volgende straal ook twee oppervlakken, hier een kleine oppervlakte en een kleine oppervlakte, A1 en A2. Ja. Eerst gaan we R1 en R2 berekenen. Je merkt hier dat die R1 ook zo kan lopen. In feite krijg je dan een rechthoekige driehoek hier. Met deze is R2, dit is ook R2 en dat is R1. Ja. Dat volgt. Dat je kunt afleiden, ja, dat R1 kwadraat plus R2 kwadraat is gelijk aan R1 kwadraat. Dit is 2 keer R1 kwadraat, is dus R1 kwadraat. Oftewel, R1 is wortel 2 keer R2. Dus R1 is wortel 2 keer, of anders gegeven, R1 is R2 is wortel 2. Dat betekent dus, antwoorden A en deze zijn niet, dat wortel 3 is wortel 2. Dus eerst antwoord R1 wortel 2 is wortel 2. Tweede, de verhouding van die A1 en A2 oppervlakte. Eerste oppervlakte A1, als je goed kijkt, ja, is dat de volledige cirkel. En uit die cirkel nemen we het vierkant weg. We trekken daar het vierkant van af. En dat delen we dan later nog door 4. Waarom? Je hebt zo'n 4 delen. 1, 2, 3, 4. Dus we delen dat door 4. Ja. Nu voor de cirkel, de grote cirkel, de straal is R1. Ja. Voor het vierkant, ja, de zijde is 2 keer R2. Is R2, dus 2 keer R2. Maar we gaan proberen alles te schrijven in functie van R1. Waarom? Om te vergelijken gaan we alles voor een R1. Dus 2 keer R2, ja, hoeveel gaat dat zijn? Wel, R1 is R2 is R1 wortel 2. Dus R2, 2 keer R1 is dan 2 keer R1, wortel 2, of wortel 2 R1. Dat betekent 2 keer R2 is wortel 2 keer R1. Dat betekent dus in feite, als we nu de oppervlakte gaan berekenen, eerst is een cirkel, dat is pi R1 kwadraat. Dit is een vierkant, dus wortel 2 R1 in kwadraat, gedeeld door 4. Ja. Als je uitwerkt, krijg je pi R1 kwadraat, min hier 2 R1 kwadraat, gedeeld door 4. We brengen R1 kwadraat naar buiten, dan krijg je pi min 2 door 4 R1 kwadraat. Dat is de oppervlakte van de eerste aan dit element hier aan. Nu gaan we A2 breken. A2, als je goed kijkt, wat heb je? Je hebt eerst het vierkant. Het vierkant gegeven. Ja? En daarom trek je van af de binnenste cirkel. En met straal R2. Dit is de cirkel met straal R2. En nog een deel door 4 opnieuw. Je hebt in 4 delen. Dit hier, hetzelfde waar als hier, is dus wortel 2 R1. Ja? Dit hier is straal met straal R2. Ja? We gaan opnieuw functie krijgen van R1. R2 was R1 gedeeld door wortel 2. Ja. Dus wat is de oppervlakte dan? De oppervlakte eerste hier, dit is 2 R1 kwadraat. Ja. Dit wordt, de oppervlakte is pi maal de straal, dus pi R1 gedeeld door wortel pi in kwadraat, wordt dus pi R1 gedeeld door 2 gedeeld door 4. Als je het uitwerkt, dan krijg je dus, je kunt opnieuw R1 buiten brengen, R1 kwadraat, je krijgt hier 2 min pi gedeeld door 2 gedeeld door 4. Je merkt dus, A1 en A2 zijn beide beschreven R1 kwadraat. Wat we gaan vergelijken met feiten is pi min 2 gedeeld door 4. Pi min 2 gedeeld door 4, dat is voor A1. Dit is voor de grafiek A1. Voor A2 gaan we uitrekenen 2 min pi gedeeld door 2 gedeeld door 4. Nu, pi is ongeveer 3,14. Ja, dan krijg je dus 1,14 gedeeld door 4. Hier krijg je pi gedeeld door 2 is ongeveer 1,7 ongeveer, dat krijg je, als je uitrekent, 0,3 gedeeld door 4. Wat is het grootste? Je merkt duidelijk dat A1 groter is dan A2. Dus A1 is groter dan A2. Wat betekent dat? Dat je in je lijst goed kijkt tussen B en D, de waarde P. A1 groter dan het antwoord, B dus A1 groter dan A2. Dankjewel.